ADO Den Haag staat na 10 wedstrijden en maar 6 punten in de gevarenzone. We praten erover met Lex Immers. Twee wijzigingen in de basisopstelling in aanloop naar Vitesse voor ADO Den Haag. En in de tweede divisie treffen de twee minst scorende ploegen elkaar. En natuurlijk ook Joop Buit. Eindelijk fanmail gekregen. Hoi TV West. Kijk elke week naar jullie programma en zie Joop dan op de Haagse Markt rondlopen. Hij stelt soms wat vragen aan het vrouwtje van die visboer. Kennen jullie haar niet vaker wat vragen? Ze kent zo lekker schapen. En misschien weet zij hoe ADO er weer bovenop komt. Maar een tipje, hè? Eugene. Gaan we doen, Eugene? Dag allemaal. Na een onrustige week op bestuurlijk vlak gaat ADO dit weekend sportief op zoek naar de derde overwinning. En die is hard nodig, want na 10 wedstrijden staat ADO Den Haag 16e. En ook afgelopen weekend werd er verloren in een 6-puntenwedstrijd tegen concurrent PEC Zwolle met 3-1. En dat kwam hard aan, want het programma voor de komende weken met Vitesse uit en Heerenveen thuis is niet makkelijk. We praten erover met good old Lex Immers, oude garde. Jij kan hier wat makkelijker over praten dan de jonge garde in de selectie. Daarom hebben we je ook uitgenodigd. Welkom. Dankjewel. Komt de ommekeer dit weekend? Nou ja, ik hoop het. Het is moeilijk te zeggen. We zitten nu in een fase waarin het gewoon niet heel goed loopt. We zijn echt op zoek naar die overwinning. En dat is natuurlijk wel... hoe zeg je dat? Dat is natuurlijk wel... Doping? Doping, vitamine, hoe zeg je dat? Dat is gewoon iets waar je nou op zoek bent. En dat helpt je weer verder. En ik hoop dat we dit weekend toch wel een puntje of drie kunnen halen. Heb je het gevoel dat iedereen begrijpt dat het nu wel moet gebeuren? Nou ja, ik hoop het wel. De trainer was gisteren duidelijk op de training. Die heeft gewoon eventjes gezegd waar het op staat. Man en paard genoemd? Nou, dat niet. Het was gewoon naar de groep gericht. Ik denk dat dat ook nu niet de juiste moment is om een dag voor de wedstrijd man en paard te noemen. Want dat heeft geen zin. Het is gewoon het algemeen. En we moeten met z'n allen bij elkaar blijven. En dan hou je het ook algemeen. En er zijn wel eventjes wat woordjes gevallen. Ja, dat heeft iedereen kunnen horen, dus die erbij de training was. Maar ja, ik hoop dat iedereen beseft waar het om draait dit seizoen. Dit weekend en de aankomende weken. Ja, dat allemaal na een onrustige week. Laten we even kijken naar die week voor jullie, de week van ADO Den Haag. Vrijdag 18 oktober, de aandeelhouder van ADO Den Haag, United Venson, komt naar Nederland. Ze gaan de jaarcijfers ondertekenen en ze hebben een afspraak met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Ad Melkert. En die afspraak gaat over zijn functioneren. United Venson is niet blij met hoe Melkert is omgegaan met de sollicitatieprocedure van de nieuwe directeur van ADO, Mohamed Hamdi. Zaterdag 19 oktober, de eerste gesprekken tussen Melkert en United Venson leiden tot niets. Zondag speelt ADO een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Melkert en de aandeelhouders zitten daar op de tribune. ADO Den Haag verliest met 3-1. Op maandag willen zowel Melkert als United Venson niets zeggen over de lopende gesprekken. Dinsdag 22 oktober, wederom is er een gesprek. Uiteindelijk stappen Melkert en John van Ringelenstein uit de Raad van Commissarissen. Op woensdag reageert Van Ringelenstein tegenover Omroep West over zijn opstappen. Hij legt uit dat hij en Melkert het niet eens zijn met de manier van besturen door de aandeelhouders. Ja, dat was dus de bestuurlijke week. Hebben jullie daar als spelers last van, die onrust? Nou, ik niet. Want? Nou ja, het interesseert me niet. Maar voel je het wel? Merk je het wel? In ieder geval, het interesseert me niet. Uiteindelijk wel, maar nu niet. Want ik ben bezig met voetballend gedeelte. En ik vind het belangrijker dat wij punten gaan pakken. Soms is het wel jammer dat dit soort dingen gebeuren. Weet je, kijk, gaat het meer over dat soort dingen dan dat het over voetbal gaat. En ik denk dat dat wel het belangrijkste punt is op dit moment. En ze zeggen wel eens, als het bovenin onrustig is, dan druppelt dat naar het veld toe. Uiteindelijk heb je deze week misschien ook wel meer aandacht nodig voor Vitesse. Maar het gaat alleen maar over de RVC. Wie gaat er weg? Wat is er aan de hand? Ja, dat is misschien ook wel een klein probleem. Kijk, we moeten het natuurlijk wel over voetbal hebben en blijven hebben. Want het is en blijft een voetbalclub. Tuurlijk is het zakelijk iets. ADO is natuurlijk een bedrijf. Ja. En daar gaat het vaak over zaken. Dat snap ik ook wel. Maar uiteindelijk het belangrijkste is voetbal. Ik vind dat het daarover moet gaan. En dat gebeurt dan nu niet. Ik moet zeggen, binnen de groep praten we daar helemaal niet over. Van de week was er toevallig dat iemand zei van... ik las dat Ad Melkert Ad Melkert weg is. Dat was dan het eerste dingetje. Ja, en voor de rest hebben wij het er helemaal niet over gehad. En wordt er ook niet over gesproken in de kleedkamer. Dan gaan we over voetbal praten. Pim, jij was vandaag op de persconferentie. Ja. Ging het daar ook over bestuurlijke dingen of ging het alleen over voetbal? Voornamelijk over voetbal.
ADO heeft natuurlijk al 5 wedstrijden op rij niet weten te winnen. En zo'n negatieve reeks leidt altijd voor wat onrust. Ook voor Fons Groenendijk. Hij is het niet gewend. Zo'n reeks heeft hij nog niet eerder meegemaakt. Desondanks blijft hij wel zoeken en hij blijft vooral strijdbaar. Het is niet altijd makkelijk. Het is voor mij ook wel vrij zeldzaam om 5 keer op rij te verliezen. Ik kan me voorstellen in een fase waarin je zit dat je als trainer gaat denken van wat kan ik anders doen? Hoe kan ik het oplossen? Wat gaat wel werken misschien? Wat heb je allemaal in je hoofd gehaald de afgelopen week? Ja, genoeg. We praten natuurlijk dagelijks met de staf en met elkaar. We hebben daar, we vormen daar ook één front, één blok. Ja, het is niet heel makkelijk. Ik hoor natuurlijk ook van alles en dat is logisch. Het is niet zo dat je even 5 anderen erin zet dat loopt. Zo is het niet. Dus ja, je probeert inderdaad alles wel te bedenken. Maar dat wil niet altijd zeggen dat je, als je de boel op de schop gooit, dat ineens alles beter is. Dus wat dat betreft moet je wel de rust bewaren. En niet, het heeft geen enkele zin om paniekvoetbal te spelen. Geen zin om paniekvoetbal te spelen. ADO gaat zaterdagavond op bezoek bij Vitesse. Wij denken dat dit de opstelling gaat zijn, de vermoedelijke opstelling van ADO Den Haag. Met een aantal wijzigingen. 1 speler komt in het veld, dat is Elson Hooy. Dat betekent dat Milan van Ewijk naar de bank gaat met het oog op de komende wedstrijden. 3 wedstrijden in 1 week. Ook een bekerwedstrijd volgende week tegen Fortuna. Krijgt hij wat rust. Malone dus rechts achterin. Goosen zak naar het middenveld en Elson Hooy links voorin. Oké, dankjewel Pim. Ik hoor volgens Groenendijk net de groep weer bij elkaar rapen. Ligt daar dan nog een bepaalde rol voor jou bij als wat oudere speler als je dan op zo'n maandag weer gaat trainen? Nou ja, natuurlijk wel. Niet alleen voor mij. Kijk, we hebben meerdere oudere jongens binnen deze groep. Kijken naar Tom, Sean, Danny is nog niet oud, maar die lopen ook al een tijd mee. Dion, Michiel hoort daarbij, Aaron natuurlijk, aanvoerder. Ja, dat is een taak voor ons allemaal. En dat is precies wat Fons zegt. Ja, we moeten gewoon rustig blijven. Is dat moeilijk? Ja, soms wel. Natuurlijk, het is anders als je nu op plek 8 staat en je hebt al 15 punten. En dan is het een heel ander verhaal. En natuurlijk, de dingen om je heen die gebeuren, supporters, mensen om je heen raken ongerust. Dat zijn logische dingen. Maar je moet rustig blijven, want je bent pas 10 wedstrijden onderweg. En dan krijg jij iedere keer de vraag, komt het nog goed, Lex? Kan je die vraag dan ook goed beantwoorden? Want je hebt natuurlijk zelf ook een gevoel erbij. Ja, maar ik zeg, Jim, hoe vaak heb ik al in deze situatie gezeten? Het is niet 15, 20 keer misschien? Nou ja, weet je, laat zeggen inderdaad 15 keer. Nou ja, weet je, uiteindelijk is het altijd goed gekomen. Ik ben nooit met ADO gedegradeerd. En dat gaat ook dit jaar gaat dat weer niet gebeuren. Laten we het schema erbij pakken, Lex. Waar gaat het gebeuren de komende weken? We beginnen met Vitesse uit dit weekend. Bekerwedstrijd komt eraan, Heerenveen komt eraan. Fortuna, Willem II, Heracles. Wat zijn voor jou wedstrijden dat je zegt van daar pakken we de punten om toch met een wat beter gevoel november weer uit te gaan? Nou ja, kijk, donderdag is een wedstrijd wat we uitspelen in Sittard is voor de beker. Dus daar zijn geen punten te halen. Maar dat zou wel absoluut ook een ommekeer kunnen zijn. Nou ja, we analyseren natuurlijk ook Vitesse. En dat is ook een ploeg waar we ook gewoon de ruimte krijgen, ook waarschijnlijk om te gaan voetballen. Weet je wat het is? Het is de laatste tijd is het ook niet zo dat we slecht spelen. De eerste helft tegen Zwolle is prima. We krijgen die 1-1 om zijn oren. Dat is gewoon een momentopname waarin wij hem tegenkrijgen. Als dat niet gebeurt, dan ga je met 1-0 de rust in. Je speelt tegen AZ, speel je goed. Tegen Ajax speel je goed met goede agressie. Laat leuk voetbal zien. En, het zit allemaal net tegen. Doelpunt 2-1 Zwolle is een moment wat tegen zit met keeper. Wel of geen overtreding. De 3-1, dat vind ik helemaal een moment dat ik denk bij mezelf, dat kan niet. Dan moet de VAR ingrijpen, toch? Ja, maar ja, het mag niet. Ik snap ook niet waarom die dingen er dan staan. Waarom je dat in het leven roept. Maar het is een moment waarin de bal terug wordt gespeeld. Ligt niet stil. En de bal ligt niet stil. De bal komt aanrollen. Hij geeft hem in één keer een diep naar voren toe. En daar komt een doelpunt uit. Ja, dat zijn allemaal dingen wat net tegen ons is. AZ, een penalty, is tegen ons. Noem maar op. We moeten zorgen dat we dat omdraaien. En dat het geluk onze kant opvalt. Als het geluk onze kant opvalt, ja, dan gaan we punten pakken en dan moet het absoluut goed komen. De grootste erfenis die Elke Jelt die Becker en Kanon hebben achtergelaten. En kan dat realistischerwijs ingevuld worden door de vervangers nu? Ja, als je nu gaat kijken, is het natuurlijk groot. Had je 15 punten gehad, had je gezegd, ze zijn weg, we hebben het opgevangen. Maar ja, iedereen praat daar natuurlijk nu over. Ja, Nasser weg, Becker weg, Kanon weg.
Maar ja, je levert natuurlijk wel zo'n 40 goals in, denk ik. Als je gaat kijken naar Geraldo met zijn doelpunten die hij in de laatste fase heeft gemaakt. Zijn assist die hij heeft gegeven. Nasser natuurlijk assist en doelpunten. Ja, ga maar eens 40 goals van vorig jaar, ga die er maar eens afhalen. Dan die mogen dan bij jou op je konto geschreven gaan worden. Want dit weekend Vitesse, daar scoor jij makkelijk tegen. We zijn in het archief gedoken, daar hebben we er een aantal gevonden van jou. Ja. Onder andere een aantal jaar geleden. Het is zo blokkerig dat ik me afvraag, wordt het niet tijd dat je wat nieuwe doelpunten gaat maken? Want dan hebben we weer scherpe beelden. Dit is eind 2009, 2010. Voel jij dat jij nu met jouw ervaring ook misschien die kar moet gaan trekken en misschien wel de rol van Nasser, hoe lastig het ook is, over gaat nemen? Ja, Nasser vervangen, dat is in mijn ogen is dat onmogelijk, omdat ik een hele andere speler ben. Nasser is een hele creatieve 10 en ik sta eigenlijk niet op 10. Ik ben een meer controleur, controlerende speler als dat Nasser is. Nasser had eigenlijk een vrije rol voorin, waarin ik en Danny vorig jaar een hele hoop vuile dingen opknapte. En dat betaalde Nasser weer terug in het feit dat hij assisten gaf en dat hij doelpunten maakte. Maar wat ik zeg, ik ben een hele andere speler als Nasser. Vorig jaar in de eindfase ben ik natuurlijk tegen Utrecht, Vitesse, dat soort wedstrijden, AZ, Feyenoord, ben ik een positie naar voren toegeschoven. En ja, toen scoorde ik ook wat meer. En ja, was ik ook meer bij de goal betrokken. We praten er zo over verder. We gaan nu even naar Herman. Tweede divisie. Twee ploegen die niet makkelijk scoren, treffen elkaar dit weekend. Ja. Kan ik een 0-0 invullen? Ja, op papier zou je zeggen dat wordt een hele saaie 0-0. Ze hebben natuurlijk een weekje rust gehad in de tweede divisie. Nu moeten ze allemaal weer aan de bak. Speelronde 19. Twee vissersdorpen tegen elkaar. De een is 100 jaar, dat is Scheveningen. De andere is Quick Boys. Die worden in februari 100 jaar. Het is een interessante wedstrijd. Ja, dus tussen twee ploegen die moeite hebben met scoren. Scheveningen maakte er tot nu toe 3. Nou, bij Quick Boys gaat het allemaal ook wel moeizaam. 6 doelpunten pas. En wat opvalt, de spits bij Quick Boys, Dennis Kaars. Hij schoot nog geen enkele keer raak dit seizoen. Zijn laatste goal was niet onbelangrijk. Dat was namelijk de winnende tegen VVSB vorig seizoen. En daardoor promoveerde Quick Boys naar de tweede divisie. Zij hunkeren naar een stap omhoog. Naar een weerzien met VV Katwijk bijvoorbeeld. Kaars, hij doet het! Dennis Kaars! Ja, natuurlijk wil je als spits graag zoveel mogelijk goals maken. En het wil nog niet echt lukken dit seizoen. Ik weet zelf inmiddels wat mijn kwaliteiten zijn, wat ik kan. En zo'n fase maakt iedere speler misschien wel eens mee, iedere spits. En ik denk dat het belangrijk is om gewoon te blijven doen wat ik altijd doe. En proberen scherp te zijn als hij een keer goed valt. Nou, ik weet niet, als je 8 wedstrijden niet scoort, is het misschien niet overdreven om te zeggen dat het niet goed gaat, zeg maar. En het is wel redelijk nieuw voor me, moet ik eerlijk zeggen. Dit is wel een unieke situatie eigenlijk. En het is ook weer even wennen en misschien ook het niveau en van het hele team. En daar ben je toch een onderdeel van. Schiet ik me gewoon in en dan is in ieder geval ben je in ieder geval van die nul af. Dat scheelt denk ik al een hoop. En het is moeilijk om één verklaring te vinden. Bijvoorbeeld in het seizoen bij de Dijk scoorde ik er 41 en dan vallen ze allemaal goed. En bij wijze van spreken, als je een schot, als je richting de cornervlag schiet, gaat hij via 3 benen gaat hij er nog in. En nu is het even omgekeerd. Dus ik heb wel vertrouwen dat hij straks ook goed valt en dan gaan we lekker scoren. De kaas moet vlammen, zegt mijn moeder altijd. Dat vind ik wel een goeie. Het wordt tijd dat ik weer ga vlammen, denk ik. Kaars en Van Nieuwkerk, ze vinden elkaar goed. Kaars, doet hij het zelf? Jazeker. Hij is en blijft een echte spits.
kleine leed van een niet scorende spits. De kaars moet weer gaan vlammen bij Dennis Kaars. Er zijn trouwens geruchten dat Quick Boys bezig zou zijn met een nieuwe spits. Nou, volgens trainer Edwin Grunholz wordt er altijd met spelers gesproken, dus ook met spitsen. Maar op korte termijn zal er weinig gaan gebeuren daar op Nieuw-Zuid. Er is dus weinig te juichen voor Dennis Kaars op voetbalgebied. Privé gaat dat hem uitstekend. Hij wordt namelijk ergens in mei vader. Morgen dus Quick Boys tegen Scheveningen, de nummer 16 tegen de nummer 18. En het is allemaal weer live te volgen vanaf 2 uur op de radio in Zuid-Holland Sport. Dankjewel Herman. Lex, we hadden het net over je leeftijd. Je bent 33 jaar. Trek je dingen nu anders aan dan 10 jaar geleden? Bijvoorbeeld sportief hoe het nu gaat of bestuurlijk? Zo, dat is een goede vraag. Ik denk nu niet meer zo dat ik mijn eigen meer aantrek. Helemaal niet. Vroeger maakte je eigen meer druk om dingen. Nu kan je dingen meer en beter een plekje geven. En het met rust laten rusten. En ja, je eigen op één ding focussen. Maar herken je wel bijvoorbeeld situaties van 10 jaar terug toen je jonger was, 23 jaar was. En dat je dacht van, toen trok hij de kar en deed dit. Dat ga ik nu ook proberen als het wat minder gaat sportief gezien. Ja, natuurlijk wel. Dat probeer je wel. Maar ja, vroeger had je natuurlijk meer druk. Dat je dacht bij jezelf van, nou moet het echt. En natuurlijk weet ik nu ook dat het echt moet. Maar ik zal met minder druk voetballen. Het is niet zo dat ik zaterdag dat ik nerveus ben. Of dat ik, dat zal bij mij niet veranderen. Nee, absoluut niet. Maar heb je het idee dat de jonge jongens in de groep ook beseffen van de punten die we nu pakken, die hoeven we aan het einde niet meer te pakken? Dat je eigenlijk nu gewoon iedere wedstrijd zoveel mogelijk moet geven? Want bijvoorbeeld tegen PEC Zwolle, jullie stonden 1-0 voor. Ik had het idee, als je nu doordrukt, de ploeg uit Zwolle was onzeker. Had ook een reeks waar het niet lekker draaide. Als je daar dat moment herkent en dan de 2-0 maakt, dan win je. Nou ja, zeker, absoluut. Dat is ook een moment geweest in die wedstrijd. Dat voelde ik zelf ook in de wedstrijd. Van als we nu doordrukken, dan kunnen we 2 en misschien ook wel 3-0 maken. Dan is de wedstrijd gelijk op slot. En ja, uiteindelijk voel je als team zijnde dat je steeds meer achteruit gaat lopen. En ja, dat er een moment van 10 minuten is dat we slordig zijn in de passing. En dat is dan in die fase waarin we eigenlijk moeten doordrukken. Ja, waar we dan misschien 7, 8, 9 minuten slordig zijn. Ja. En waar je voelt dan dat de tegenstander ook bij zichzelf denkt van, ADO denkt bij zichzelf van, het is wel goed zo. Of die worden slordiger. Ja, die gaan ook bloed ruiken en die geven dan net weer iets extra's. En ja, daar valt dan die 1-1 uit. En dat is dan wel een moment wat ons de das om doet. Voel je ook dat er van jou en Tom, Haagse jongens, meer verwacht wordt in deze fase? Nou ja, dat voel ik niet zo. Nee, absoluut niet. Maar het is volgens mij wel zo, toch? Ja, maar ja, wat kan ik extra brengen dan een andere speler? Ja, ik vind dat we allemaal hetzelfde zijn en moeten zijn. En we moeten het uiteindelijk met z'n allen doen. Ik kan het niet alleen. En Tom kan het ook niet alleen. Iedereen heeft natuurlijk een andere functie binnen de ploeg. Uiteindelijk moeten we met z'n allen doelpunten maken en met z'n allen doelpunten voorkomen. En dat zeg ik, daar kan ik niet in mijn uppie voor zorgen. En ook niet een andere jongen als Meijers of als Beugelsdijk of wie dan ook. Praat je er wel veel over met Groenendijk, de trainer? Nou meer ja, natuurlijk. Niet meer als anders. Ik ben een verlengstuk. Ik ben een oudere jongen binnen de groep. Ik heb een hoop meegemaakt. Ik heb op hoog niveau gespeeld. Natuurlijk bespreek je dingen met hem. En dat zie je hem ook. Want ja, je kan ook een trainer hebben die een beslissing neemt zonder het te overleggen. Of zonder feedback te geven of met zijn groep. Ja, hij overlegt gewoon een hoop dingen en hij vraagt ook gewoon advies. Dus we doen het ook echt met z'n allen. Het is tijd voor Joop Buiten deze week op de Haagse Markt. Het zijn roerige tijden in Haag. Artje Melkert weg, John van Ringelenstein weg. Ja, zo heet hij, van Ringelenstein. Het ging niet goed in één keer, zag je dat? Ja. Dat is erg, hè? Ja. Ik ga nog 1 keer proberen, ja? Oké, dank je. En we hebben 5 keer achter elkaar verloren. Gaat dit nog wel goed komen? En dat ga ik vragen en dat doe ik natuurlijk hier op de Haagse Markt. En, hoe vonden jullie deze? Ik vond hem wel goed. Ja? Oké, ja. Dan houden we hem zo. Dankjewel, we gaan beginnen. Kom op. Bert! We zijn er weer. Oké, Bert, we hebben fanmail gehad. Ja, fanmail? Ja. Voor speciaal voor mij? Ja, maar niet voor jou. Oh. Voor de vrouw van Ronaldo, het visvrouwtje. Ja, dat is een lekker wijf. Het is echt een trek, joh, bij onze kijkers. Ja. Dat is een lekker wijf natuurlijk, ja. Hoe gaat-ie, vriend? Ja, goed. Ja, lekker. Heb je zo even tijd voor me? Ja, maak je tijd, toch? Ja? We hebben fanmail gehad, hè? Van?
Van wie? Ja, voor je vrouw. Dat meen je niet? Ja, ja, kikker toch? Een of andere Eugene. Eugene. Oh ja, nou ja, dat is goed toch? Dat ze heel lekker haar in kies kan schrappen. Ja, mooi. Ja, ja, is dat goed? En weet je wat het was van de ene Eugene? Ja. Dat jij zo lekker die haar in kies kon schoonmaken. Ja, dat ken ik ook. Dat ken ik ook. Dat is mijn enige specialiteit. Hey, Eugene, dit is speciaal voor jou. Speciaal voor jou deze haring, Eugene. Ja, ik durf het haast niet meer te zeggen, maar het gaat niet goed met de club. We hebben bestuursproblemen, we hebben alles tegelijk. En maar zou het niet voor jou zijn, voorzitter van de Raad van Commissarissen? Gewoon een beetje aansturen, die gasten? Ja, natuurlijk wel. Ja, ik doe het hier ook met die jongeren, dus waarom zou ik het daar niet kunnen? Weet je? Ja. Er zijn ook een beetje problemen gevallen binnen de club. Dat bedoel ik, ja. Dus ik stel me wel kandidaat, ja. Zeker. Dan word ik ongelooflijk en 5 keer op rij verloren. Ja, het gaat niet goed. Maar goed, weet je, met Den Haag zie je altijd, eind van het seizoen, dan hebben we ineens weer die stijgende lijn te pakken. Dan komt goed. Ja, daar zo geloof je echt in? Eigenlijk niet, maar het is elk jaar zo. Dus ik hoop het. Maar ja, we moeten ons vasthouden aan Groningen vorig jaar. Die stond ook bij de winterstop bijna laatste. Dus maar die bent ook nog makkelijk in het linkerrijtje geëindigd. Dus laten we het alsjeblieft hopen. Weet je, het gaat niet goed met ADO. Heb jij misschien de oplossing? Meer haring eten. Ja? Ja joh, die gasten die eten allemaal niet goed. Ik neem iedere week een lekker harekie, man. Hey. Ja, lekker, man. Hoi! Oh. Kijk eens, waar gaat hij? Gaat hij hoor. Ja. Nou, hij is lekker. Ja, ja. Dat weet Eugene ook. Zaterdagavond, Vitesse tegen ADO, een kleine voorspelling. 0-1. Dus ik denk gewoon we gaan 3-0 winnen bij Vitesse. Ja? Natuurlijk niet, we gaan gewoon winnen. Dat wordt 1-2. Altijd met een 3, hè? Dat moet je onthouden. Cijfer 3, weet je, brengt positieve tijd in je leven. 3 vrouwen, dat is wel wat ik wil uiteindelijk. Met van roulatiesysteem ga je erin brengen dan? Als ellende wordt, ga je naar die andere toe. Kun je daar weer, weet je, wordt weer ellende, ga je weer verder, weet je. Goeie tips, man. Ja, toch? Ik ga vaker met jou praten erover. Ja. Wil je nog wel tegen Eus zeggen? Nou, bedankt voor het compliment. Dat doet me goed. Maakt mijn dag weer leuk en gezellig. Nou, het is altijd gezellig hier, dus dat scheelt, toch? En Eus? Nou, je is heerlijk. Dus kom gewoon een keer eentje halen. Niet mailen, gewoon een haaltje halen. Ja, en heeft u ook klachten of opmerkingen, joop@omroepwest.nl. Dan kunt u hem ook bereiken. Lex, bedankt voor je komst naar de studio. Meer haring eten, dat is het advies. Wat denk je dat het wordt morgen? Nou, ik lust geen haring, maar... Dan zit het daarin. Wat wordt het? Nou ja, laat ik gewoon, ook gewoon positief blijven. 1-2 voor ons. 1-2, 2 keer Lex Immers. Zo is het. Bedankt voor je komst. Wij gaan door in de derde helft. U bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er. Natuurlijk met Zuid-Holland Sport. En in de avond met de wedstrijd Vitesse-ADO Den Haag. Voor nu, bedankt voor het kijken.